We hebben over OpenDNSSEC. Ik zal je eerlijk zeggen, dit is een beetje een oude slide set, dus ik kan er wat in missen. Zomaar. Er kan wat oude informatie in zetten. OpenDNSSEC. OpenDNSSEC is een belofte op dit moment. De belofte is één knop en DNSSEC werkt. Nou, zover zijn we niet. Maar het is gewoon, daar kan wel heel eerlijk in zijn, dat doen we niet. Maar wat proberen we? OpenDNSSEC, dat is een zone signer. Dus hij doet de signing voor je. Die DNSSEC key management voor je doet en de zone signed. Dus doet, in wezen doet, doet. Heb je er nog één? Ben je ook? KPN. KPN die zegt vergeet het maar. Nee, die doet het. Nee. Ik achter die kant aan nul en dat maakt het weer volledig waar. Ja, dat is zeer betrouwbaar. Nou, je hebt in ieder geval, kun je naar die website toe, dus dat zegt dan weer. Dat is zeer betrouwbaar. Goed. Dat dan weer wel. Goed, geautomatiseerd zo'n net. Waarom doen we dit? Nou ja, idee ontstond tussen een aantal partijen. Ik zal het zo laten zien dat goede tools er gewoon niet zijn. Een van de dingen die wij belangrijk vinden als Nelnet Labs is, je kunt het wel hebben over mooie technologie die de wereld verbetert. Maar als het niet makkelijk gaat, dan pakt niemand het op. En als het te duur is, dan pakt ook niemand het op. Wil je in de internetinfrastructuur echt iets ontwikkelen, aan de infrastructuur doen, dan moet je zorgen dat de kosten daarvoor zo laag mogelijk zijn. Dat betekent tooling. Je moet je intelligentie in expert systemen toepassen. Nou, wat wilden we? Goed key management. Dat verhaal wat ik net voor de pauze verteld heb, dat wil je allemaal goed kunnen doen. Al die policies die er zijn, die moet je kunnen beheren, moet je kunnen specificeren. Dat moet je op je eigen policies kunnen aanpassen. Koppeling met HSM, dat is gewoon lastig. Dat wil je ook een beetje redelijk kunnen doen. Als je zegt ik wil een HSM infietsen, dan moet je niet aan een vendor gebonden zijn of aan een bepaalde oplossing. Dat moet er redelijk open in zitten. Je moet de ene HSM met de andere kunnen uitwisselen. Het is niet zo dat je naar één vendor gaat en daar zowel het key management systeem en alles bij elkaar direct krijgt. Nee, open. Dat was een beetje het idee. Met het idee dat DNSSEC daardoor makkelijker deploybaar wordt. En het idee dat daardoor meer authoritative service DNSSEC zouden gaan gebruiken. En we hebben dit gedaan met ervaring van de allereerste gebruikers van DNSSEC. Nou, wie zit erin? Aantal partijen. Kyrie, dat is die kleine consultancy firm uit Zweden, waarvan ik de jongen net in de foto aanwees. .se, het allereerste top-level domein dat DNSSEC deployde. Nominet is het bedrijf achter .uk, is de registry van .uk. Synodum, een John Dickinson zit hierachter, dat is ook weer een vrij kleine consultancy firm. Met veel kennis over DNSSEC en softwareontwikkeling. SurfNet die helpt ons mee vanuit ervaringsperspectief, maar hebben ook programmeurs beschikbaar gesteld. SUDN zit hierin omdat ze OpenDNSSEC op een gegeven moment ook willen gaan gebruiken. En zij hebben een tester, dragen ze bij een project. Dus we schieten allemaal. Het is een samenwerkingsproject. Wij stoppen er 2 FTE in op het moment, afgelopen jaar. En wat wij bijdragen is onze kennis over DNS-software. Wij hebben de signer, de DNS-signer en de kernel zeg maar ontwikkeld. En we zijn ook deels verantwoordelijk voor het stuk wat key management doet. Open source software, dat betekent, iedereen kan het lezen. Het is security software, we vinden het belangrijk dat mensen dat kunnen zien.
met een BSD-license. Dat betekent, je kunt het oppakken, je kunt het in je product stoppen, je kunt het productdoosje dichtschrijven en zeggen dat het van jou is. En als je er veranderingen aanbrengt, hoef je dat niet te delen. Dus je kunt er proprietary extensions op zetten en dat kan ook weer DNSSEC deployment wat makkelijker maken. Wat we heel expliciet willen is dat het eigenlijk makkelijk integreert in bijna alle bestaande implementaties van DNS. Dus als je een DNS-implementatie hebt, met provisioning en de manier waarop je dingen naar service uitbrengt, dat je met redelijk minimale aanpassingen DNSSEC beschikbaar kan maken. Belangrijk vinden we ook de open interfaces. Dus we willen de key storage en de hardware acceleration, het HSM gedeelte, dat hebben we helemaal met een open interface. De interface die daar in de markt voor beschikbaar is, is PKCS 11. Daar hebben we dat op gebaseerd. Dus je kunt er HSM's op hangen. En in het project is er ook een softwarematige HSM. Dat klopt natuurlijk niet helemaal, maar dat zit erin. Nou, wat we eigenlijk willen is een bump in the wire. We hebben een unsigned zones. We hebben een unsigned zone. Die gaat OpenDNSSEC in. OpenDNSSEC doet zijn ding en er komt een signed zone uit. Dat is ook de manier waarop het nu is. Namelijk met zone files. Je zet een ongesigned zone file neer en er komt een gesigned zone file uit. Waar we aan het werk zijn, en de technologie daarvoor is op dit moment in alpha, is dat er dynamische stukjes data naar binnen kunnen. En het idee is dat je daarmee incremental zone updates kunt inschieten. Of full zone transfers kunt inschieten. En aan de andere kant komen dan weer full zone transfers en incremental zone transfers gesigned uit. Nou, als je dat plaatje ziet, dan kun je al voorstellen hoe een setup is. Stel je hebt nu hier een master server met een stukje provisioning eraan. En die master server die praat tegen een aantal slave servers. Dan is de manier waarop je DNSSEC zou kunnen deployen, is die master server een klein stukje opschrijven. Daar OpenDNSSEC tussen zetten. En die direct naar de slave servers laten praten. Of hier weer een andere master server tussen zetten die de boel verdeelt naar de slaves. Nou, als dit een proprietary solutie is, die in ieder geval de open AXFR en AXFR's uitspuugt, dan kun je hier een hele eenvoudige open source oplossing voor zetten. Want het is DNS data. Ja? En die ODS die spreekt ook open interfaces. Dat is een beetje het idee waarop je in een bestaande omgeving je eigenlijk maar heel weinig hoeft te veranderen. Zij het dat je die infrastructuur, zeg maar, een stukje opschuift. Dat is misschien niet op toepasbaar in alle gevallen, maar zeker voor public facing DNS is dit een oplossing die zo werkt. Op dit moment is het zo dat je de setup ongeveer zo moet bekijken. We gaan er op dit moment vanuit dat de input van deze master server een zone file is. Dat de provisioning methode is. En op dit moment zet je OpenDNS hier neer en stop je de zone file er hier in en komt er een gesigned zone file uit. Dus ook weer een bump in the wire en je kunt, die plaatjes die zijn min of meer gelijk. Zoals gezegd, op dit moment ondersteunen we nog niet AXFR's en EXFR's, maar dat gaan we wel doen. En als dat ondersteund is, dan is het vrij makkelijk om ook interfaces te maken die bijvoorbeeld tegen database backends praten.
Dat is wel het doel. OpenDNSSEC heeft dan een beeld van hoe een zone eruit ziet. Die maintains state, die weet wat veranderingen zijn. Als dingen toegevoegd worden of weggehaald, worden die NSSEC chains opnieuw berekend, worden signatures die opnieuw gemaakt moeten worden. Dat wordt allemaal in de intelligentie van het apparaat wordt dat opgelost. Op een hoog niveau zijn dit de elementen. Gaat een inputzone in zoals het nu is, komt een signzone komt er uiteindelijk uit. En wat je daarvoor nodig hebt is dat je wat policy opschrijft, een key en signing policy. Dat gaat een zogenaamde key en signing policy enforcer in. Dat is een aparte daemon die draait. Die daemon die kan tegen een HSM aanpraten, tegen de HSM zeggen van genereer nieuwe keys voor mij of geef me een public key. Maar die kan ook tegen de HSM zeggen genereer handtekeningen voor deze zone. En de signer die interacteert daar ook mee. Die zegt, ik wil een handtekening. Graag. Hier heb je een stukje data. Dit zijn aparte processen. Optioneel, en dat apparaat gaat verdwijnen omdat we het voornamelijk voor ontwikkeling hebben gebruikt, is een auditor. De auditor neemt ook de input zone file. Die kijkt ook naar de key and signing policy. En die kijkt of de output matcht met wat erin gegaan is. Dus, en dat ding dat is helemaal onafhankelijk geschreven. In een andere taal door andere mensen. Uitgaande van de verwachtingen. En dat hebben we gewoon tijdens het ontwikkelproces gedaan. Om ervoor te zorgen dat we, ja, dat we fouten op een vroege manier konden onderkennen. En door twee verschillende mensen dezelfde specificaties tegen elkaar te laten implementeren, wisten we ook dat die implementatie goed was. Het bijhouden van twee verschillende stukken software die hetzelfde doen is nogal duur. Dus het is waarschijnlijk dat die auditor, nu we redelijk confident zijn dat de boel werkt, dat we die eruit gooien. En er zijn af en toe corner cases die auditor niet pakt. En dan gooit hij een exception, dan moet je gaan kijken en dan blijkt dat dat wel goed doen. Maar dat die auditor, wat achter is. Nou goed, hoe dan ook. Key signing policy is een policy. Dan heb je allemaal keuzes of key strengths algoritmes. En de reden waarom ik dit uitleg is dat ik denk dat dit een soort generiek model is waarop je DNSSEC key management doet. Dit is een implementatie waar we even op ingaan. Maar dit zijn wel de dingen die je wil. Je wil key strength, algoritmes, tijden waarop je signatures lifetimes zijn, of je NSEC gebruikt, NSEC 3, hoe lang je rollovers zijn. En dat wil je of voor een set van zones doen, of voor een individuele zone. Je wil daar keuzemogelijkheden mee hebben. We schrijven het apparaat zodat die voor één kleine zone, één grote zone of een miljoen kleine zones kan werken. Dus het hele bereik van de single hele grote TLD's tot de webhosters die miljoenen namen hebben waar alleen www in staat. Dat is het andere model op het internet. Volgende ding, het is misschien een beetje een reclamepraatje. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar goed. Het CASP Enforcer, dat ding dat neemt die policy en die zorgt dat die policy wordt geïmplementeerd. Praat tegen de HSM, doet key rollover en kiest de keys uit waarmee de zone gesigned moet worden. De HSM, Hardware Security Module, standaard interface PKCS 11. Met een abstractielaag ertussen. Wat er apart wordt gedistribueerd, is ook deel van het project, of een kindje van het project, is soft HSM. Er is natuurlijk geen HSM in software, maar dat is een PKCS 11 implementatie die je kunt gebruiken als je geen HSM wil gebruiken. Geloof gebaseerd op Botan als onderliggende crypto library. Ook nuttig voor andere projecten waar je PKCS 11 wil gaan gebruiken en niet per se een dure crypto HSM wil aanschaffen.
Daarmee maak je dit bereikbaar voor de mom-and-pop shop, zullen we zeggen. Die wel DNSSEC willen doen, maar waarbij de back-end security vanuit misschien andere randvoorwaarden kent. En voor de mensen die zeggen, wij moeten toch echt een HSM gebruiken, want we zijn TLD en we kunnen eigenlijk niet zonder. De mom-and-pop shop, dat ken je toch wel? Nou, de Signer Engine, die weet van alles over de zones, hergebruikt signatures, kan ervoor zorgen dat niet alle signatures op dezelfde tijd expireren. Dat kan nuttig zijn als de TTL bijvoorbeeld op één moment afgekapt wordt. Dat je niet één grote storm hebt van vragen die teruggaan naar je server. Die zeggen, hey, wij willen allemaal hetzelfde record opnieuw hebben. Als je dan wat spread neemt van die expiration time, dan krijg je wat spreiding in die van de vraag van request of name servers als je de TTL expired hebt. Maar wat er ook gebeurt is dat je spreiding krijgt in het hersign. Dus elke signing cycle heb je niet te veel oude signatures. Dat wordt dan op den duur evenredig over je zone verdeeld. CASP Auditor heb ik het al even over gezegd. Dat is gewoon een policy controller. En dan hebben we dus de input en output adapters. En daar wordt op dit moment heel hard aan gewerkt. Modulair systeem. De manier waarop we dit doen is, modules worden door de verschillende implementatiefiguren worden dat onderhouden. Wij doen de enforcer samen met een programmeur die door Surfnet is betaald. En we zijn verantwoordelijk voor de signer. Alle twee nu een tweede versie. We doen dat met allerlei, gewoon met goede samenwerkingsprojecten. Veel praten met elkaar. Zorgen dat bugs goed getrackt worden. Projectmanagement eroverheen, dat soort dingen. Nou goed. Hoe draai je DNSSEC? Lees de documentatie. Even heel kort. Ik ga dit niet helemaal uitleggen, want dat. De enforcer en de signer zijn al twee C-implementaties. Er zitten wat Python-hoeks in. Ik moet je even het antwoord schuldig blijven. De signer. Is een C-implementatie omdat daar performance gewoon heel belangrijk is. Er wordt altijd wel een beetje bewust gekozen van welke taal heb je nodig. En als de performance niet belangrijk is, is de leesbaarheid en de onderhoudbaarheid en de abstractie, is wat belangrijker. Maar wij bij NL Labs komen eigenlijk altijd op C uit omdat we high-performance dingen willen schrijven. En kan het eigenlijk niet anders. Ik kan me herinneren dat ik een aantal jaar geleden op een conferentie sprak over Unbound. En er was een Duitse security expert en die zegt, welke taal? Why did you write it in C? helemaal verbolgen dat je in C iets schrijft. Want jij hebt buffer overflows en al de narigheid die met C programmeren te maken heeft. Ik keek een beetje aan, ja. Hoe haal je anders 100.000 queries per seconde, was eigenlijk de vraag. En toen bleef hij even stil, want dat had hij geloof ik niet gerealiseerd. Dat je dat soort, dat in productieomgevingen, dat toch wel de dingen zijn die je wil bereiken. Je wil hoge query rates halen. En, Het is ook een beetje af van hoeverre je parallelisatie wil hebben, omdat ze C altijd zo makkelijk. Je moet wel rekening houden met je mogelijkheden van C en hoe je threads doet en parallelisatie, maar ja, dat is waar. Gelukkig hebben we hele goede C-programmeurs in huis. Je moet het mij niet vragen, want ik ben geen C-programmeur als zodanig. Je moet mij niet aan code laten zitten. Ik heb al spelfouten in mijn gewone in mijn slides. Nou, hoe dan ook, het idee van OpenDNSSEC is, we doen alles in XML-configuratie. Dat betekent dus dat je ook dat automatisch kan genereren en parsen als je dat wilt.
Ik ga dat allemaal niet in detail uitleggen. Dat wijst zich eigenlijk vanzelf als je eens een keer ermee moet werken. Maar hier zie je wel een klein beetje van, ja, wat zijn de dingen die je kunt configureren. In de zin van signature lifetimes. We hebben reuse of signature. Je hebt een inception time van wanneer een signature geldig is. Van tot wanneer die ongeldig is. Signatures kunnen reused worden. Er zijn resign periods. En op een gegeven moment heb je een refresh period waarin dat ding opnieuw gerefreshed gaat worden. En die expiration time, daar zit nog een jitter overheen. Nou, dat zijn allemaal offsets die de tijdschalen gebruiken. Het is wel handig als je weet waar dit plaatje staat, dat je het nog eens terug kan lezen. Key signing keys, zone signing keys, algoritme lengte zet je op, het algoritme nummertje, periode van de cycle, waar dat ding in staat, hoeveel standby keys er moeten zijn en dat soort policies die koppel je dan aan een zone. Het ding houdt de SOA TTL bij. Nou, dat kun je specificeren. Hier wordt de SOA TTL als een Unix time gebruikt. Je kunt ook de wat conventionele date counter gebruiken. Of gewoon een countertje. Elke keer als je resign doe je plus 1. Nou, dat is eigenlijk dat hele systeem. En dat installeer je op je ding en dan draai je het en dan houdt hij vanzelf al je zones bij. Heel veel moeilijker wordt het allemaal niet. Ik heb niet echt een demo voor je. Dat is een beetje jammer. Bob? Ja, misschien nog een interessante vraag over hoe de praktijk zich de software zich gedraagt. Uitval. De vraag is wat, hoe werkt deze software in de praktijk? Dat is je vraag. Binnen de mogelijkheden die we nu bieden, dus het inhalen van de zone-file en het uitspoegen van de zone-file en het tekenen, is de software redelijk stabiel. Het woord redelijk. Zit daarin. Ik zelf draai het en ik merk dat af en toe dingen misgaan. En dat komt dan bijvoorbeeld omdat er in de paden van de ports van FreeBSD, dat was de laatste, die was er een pad veranderd. Dus dat is gewoon systeembeheer wat je moet toepassen. Vroeger had ik hele erge vreemde zones, echt hele vreemde zones. Ik had een zone met met de hele SRV RFC in een text record, gewoon om een punt te maken. Dat soort dingen, daar ging het wel eens mis. Maar die kinderziektes die zijn eruit. Dus de huidige versie, die werkt. Maar je moet wel prudent zijn, je moet wel zorgen dat je prudente monitoring hebt. Dat je kijkt of je daemons altijd draaien en dat soort dingen. En dat je moet er niet van uitgaan dat kun je met geen enkel proces, zeg maar, dat tot in de eeuwigheid dingen goed gaan. Het is een early deployment product op het moment. Er zijn wat gebruikers en er zijn wat power users en er zijn power users die heel erg goed testen, want dit gaat echt kritische omgeving in. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen een softwareproduct is af. Is nooit af. Nee. Maar ik draai het ja op een klein hoeveelheid zones. Maar. SCDN? Nou, SCDN gebruikt het. Ja. .uk gebruikt het. Zweden gaat het gebruiken of gebruikt het al. Dus nou ja, dat zijn toch wel. Ik vind het zo moeilijk om te zeggen. Het is perfecte software, want dat is. Dat vind ik altijd. Ja. Binnen de context. Binnen de context, nee. Binnen de context, als je het op dit moment wil gebruiken, zone in, zone uit.
heb je stabiel product. De volgende versies met de wat meer dynamische, dat is nu allemaal in alfa. Ja, het is in alfa voor een reden. Het is langzaam uitrollen en kijken of we alle fouten. Zit in FreeBSD. Ik weet niet welke Linux distributies het zit. Ik geloof dat het wel in Linux distributies zit, maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Nee, we kunnen even kijken. Ja. Ach ja. Ik kan je wel even iets laten zien over hoe dat er nou in de praktijk uitziet. Even kijken of je dat kan vinden. Daartoe. Het zit in Ubuntu, hoor ik net. Als ik zeker weet dat ik geen passwords hoef in te typen in de clear, dan... Dit is de ODS Signer en daarin kun je bijvoorbeeld zien welke zones er gebruikt worden. Nou, dit zijn de zones die ik hier draai. DNS School die we nu hebben, die staat onder DNS. Die staat hierin, die wordt hier onderhouden. Een aantal andere zones die ik draai, die zitten hierin. En als je kijkt, je kunt altijd zien wat de volgende actie is. Hij zegt, nou, over een tijdje ga ik deze zones ga ik tekenen. Als je zegt, ik wil nu een zone tekenen, zeg net DNS, dan doe je net DNS.org. En dat is nu gescheduled voor immediate resign. Dat betekent dat hij zo meteen gaat tekenen. Hij zorgt er natuurlijk wel voor dat hij weet wat de policies zijn en de distributiemechanismen, zeg maar. Dus bij rollovers houdt hij daar rekening mee. En als dit nu gesigned is, dan stuurt hij allemaal notifies uit, zodat die servers de zone opnieuw pikken. Als ik nu een record wil veranderen, zeg maar, dan gaat het vrij makkelijk. Ik even denken wat er staat. User local var OpenDNSSEC, geloof ik. Hier heb ik de unsigned zone staan. Daar kan ik data in veranderen. Dit is een van de pakketten, een van de zones. En als ik dan dat ding sign, dan komt hij netjes in de signed zone terecht. En daar wordt hij door de servers wordt hij opgepakt. Dit zijn de signed zones. Ja, dit is zoals je het wil. Ik verander een zone, ik typ in resign of ik wacht gewoon tot de nieuwe cycle en het wordt allemaal netjes gepubliceerd. Nou ja, goed, dat is. Kijk, hier heb je een overflow.netdns.org pakket. Daar zit wel heel veel data in, zeg maar. En allerlei andere narigheid. Ik kan het originele zones wel laten zien. Nare escapes van text records. Hele grote text records hier. 32, 64, nou veel. Zorgen dat het pakket heel groot wordt. UTF-8, binaire informatie in je zone file. Dat is ook niet heel erg fijn. En dat is allemaal gewoon om te testen. Ja, dat kan het ding gewoon allemaal netjes aan. Ja, een mooie DKIM key. Oh, dat doet me aan denken. Het woord DKIM triggert me iets. Als we het nou toch ergens over hebben. Ik wil jullie nog wat vertellen en nog iets laten zien. Ik ben nu een beetje We kunnen om 12:30 bij de lunch terecht. Dat is waar de tijd is. DKIM. Ik moest denken aan DKIM omdat er in Nederland heb je een club. Dat heet het college, het Forum Standaardisatie. God, hoe heet die club nou? Zit bij Logius.
vlakbij Bob om de hoek. Die houden standaarden bij als de overheid een aanbesteding doet, dan moet er rekening gehouden worden met die standaarden. Er zijn twee lijsten, dus een volledige standaardlijst. En er is een lijst en die heet pas toe of leg uit. Om op zo'n lijst te komen moet iemand een standaard aanbrengen. En zeggen van nou, ik denk dat dit belangrijk is. Er is een bepaald toepassingsgebied voor deze standaard. En wij vinden dat de overheid deze standaard moet gebruiken. Er is een soort, een beetje leidende rol, hè, voor de overheid. Dan gaat dat door een proces. Dan worden er experts uitgenodigd. En dan wordt het toepassingsgebied besproken. Dan kijken we of het in de overheid ook dat voor de overheid een goed toepassingsgebied heeft. En dat is een open proces, zit daar overheen. En dan komt het uiteindelijk wel of niet op de zogenaamde pas toe of leg uit lijst. Dat betekent dat als de overheid een aanbesteding doet voor een product, dat ze die standaard moeten toepassen of uitleggen waarom niet. En dat is een vrij hoge barrière. Ik kwam daarop omdat ik Dekim zag. Er is net een ronde bezig met Dekim, maar er is ook een ronde bezig voor DNSSEC. En het College Forum Standaardisatie heeft nog net gisteren, als ik me niet vergis, of vanochtend, de publieke consultatie geopend voor de opname van DNSSEC in de pas toe of leg uitlijst. Dat is net vanochtend gedaan. Daar kun je dus, nu je iets weet over DNSSEC en het toepassingsgebied daarvan, kun je dat rapport lezen en kun je ook feedback op geven. Daar kun je als burger, Nederlands burger of als overheidsdienaar, dus nu op schieten. En ik zou je adviseren, als je daar belang bij hebt, om dat ook te doen. Lees dat eens. U moet maar even zoeken naar het college of het Forum Standaardisatie. God, ik weet de naam even niet helemaal precies. Ja, daar zal het ongetwijfeld staan. Dat is buitengewoon relevant, zeg maar, voor onze cursus vandaag. Ik wil jullie nog iets laten zien. Er is nog weer een productje van Another Labs. Ik ben een klein beetje aan het pushen. Misschien, maar met een hopelijk een redelijke reden. Ik zet hem turn off nu. Ik moet even zoeken. Dit hebben wij niet op de slideset staan. Maar misschien heel aardig. Is DNSSEC trigger. Met als subtitle How to get DNSSEC on column 1. De klassieke IPv4 gebruikers zouden zeggen How to get DNSSEC op 127.0.0.1, maar column 1 is de localhost voor IPv6. En we zijn, daar moet je af en toe ook op hameren dat IPv6 belangrijk is. Wat we al hebben laten zien is dat DNSSEC validatie nu gebeurt voornamelijk op recursive name servers. En dat eindgebruikers praten over een lijntje richting die recursive name servers, daar informatie over. Die last mile, zeg maar, die last hop, die is niet veilig. Wat we eigenlijk willen, als het gaat over de evolutie van DNSSEC op de grote schaal, is dat het steeds verder en dichter bij de applicatie komt. Nou, er wordt nu binnen een aantal groepen gepraat over nieuwe name APIs waarmee je secure resolutie kan doen en dat soort dingen. Onze approach was meer van hoe kun je dat nou in de praktijk doen? Wat gebeurt er nou als je op een roaming device of gewoon thuis of ergens anders DNSSEC wil draaien? Wat gebeurt er dan? Wat voor problemen loop je op aan? Nou, wat we
gedaan hebben in die context, en hier volgt de executive summary, is dat we zeggen, nou, je neemt Unbound, die Recursive Name Server die we hebben geschreven, die draai je lokaal. En je houdt de hele tijd je configuratie in de gaten. En zodra je een configuratie change hebt, een nieuwe DSCP lease of weet ik veel wat, dan kijk je of de boel nog werkt met een apart dingetje. En als het nog werkt, dan herconfigureer je de meuk, zodat het in je nieuwe omgeving blijft werken. En als het niet werkt, dan probeer je op een of andere manier toch DNSSEC resolutie te krijgen. Nou, hoe ziet dat eruit? Je installeert Unbound op je machine met een rootkey. Dat is allemaal configuratie. En je draait een daemon, de DNSSEC trigger daemon. Als er op een gegeven moment, en dat is machine specifiek, een verandering is in je netwerk, een nieuwe DSCP lease of iets anders wat het netwerk verandert, dan krijgt die ding een schop. En die gaat dan kijken of die DNSSEC resolutie kan plegen. Hij kijkt eerst naar de lokale resolver, naar de caching validating resolver, of de resolver die je hebt, of die DNSSEC ondersteunt. Lukt dat niet, dan probeert hij iets anders. Nou, dat ding dat praat tegen de Unbound met Unbound Control en die doet wat configuratie in je lokale machine om de etsyresolve.com. Dus waar je applicaties voor nameresolutie heen gaan, dat wordt dan veranderd. En dat is natuurlijk ook een beetje machine-specifiek. Nou, hoe kijkt dit ding nou of die DNS krijgt? Dat doet hij op verschillende manieren. Hij kijkt eerst naar de cache en kijkt of de IP van die resolver die in de cache heeft gekregen, dat komt van DSCP heeft gekregen, of hij daar DNSSEC tegen kan praten. En als je meerdere resolvers krijgt van je DHCP server, dan probeert hij ze allemaal en degene die het eerste werkt, die wordt opgepakt. Lukt dat niet? Omdat de resolver een oude resolver is en doet geen ADNS en weet ik veel wat, hè, dat kan. Dan kijkt het apparaat of hij zelf full authority kan resolven. Dus hij gaat naar de root server en hij gaat naar .nl en doet gewoon zelf helemaal zijn eigen pad. En cached de informatie lokaal. Nou, het kan zijn dat je achter een omgeving zit waar er een firewall zit. En je zelf geen DNS. Je wordt altijd door dat kleine pad gestuurd. Dat is ook vervelend. Dan hebben we een fallback waarbij we dingen tunnelen over port 80 en port 443. SSL geëncapsuleerd. Omdat als de netwerken echt heel vervelend zijn, dan staan die twee poortjes over het algemeen nog open. En we gaan dan op dit moment, maar dat kan geherconfigureerd worden, gaan we naar onze eigen infrastructuur. Huh? Dat kun je natuurlijk configureren als je eigen machine die je daarvoor openzet. Nou, hoe werkt dat? Je hebt een klein sysicoontje hier, een klein ankertje. Met een drop-down menu met repro, probe results en hotspot sign-ons. En als je probe results doet, dan zie je, dan is dit de informatie die je krijgt. De authority die doet het. Je kunt direct naar het internet resolven. En de cache die doet het niet. Nou, dan pakt hij dus de DNSSEC informatie direct van de authorities en je bent in business. Doe je je laptop dicht, loop je naar een andere omgeving, je doet je laptop open en daar doet de recursive name server het niet. Het ding probeert automatisch, zet de nieuwe recursor neer en gaat dan via de lokale cache. Nou, dat geeft je wat winst, zeg maar. Die probe die kijkt natuurlijk of er aan expectations, zullen we zeggen, voldaan wordt, hè, in het proben. ADS support, RSS, DNS keys, lengthy packets. Al die dingen waar je op moet letten als je DNSSEC gaat doen. Dat zoekt de probe even voor je uit of dat werkt. Als het niet werkt, die eerste keer, probeert hij nog een keer. En om het internet als geheel niet zoveel te belasten, is er een exponential backoff. Gaat niet staan hameren. Als de eerste keer niet lukt, dan doet hij nog een keer. Dan wacht hij even, doet hij het nog een keer. Wacht hij nog wat langer, doet hij nog een keer. Wacht nog wat langer, doet het nog een keer.
Nee, goed, exponential. Nu is het zo dat als je met je laptop een beetje heen en weer loopt en je gaat wel eens naar een conferentie en je komt in een hotel, dan weet je, of op Schiphol, dan weet je dat af en toe heb je echte problemen. Dan heb je een pay gateway waarin je wordt geacht je creditcard in te vullen of iets dergelijks om internet te krijgen of je roomnummer. Dan kun je er dus echt niet doorheen. Op dat moment kun je zeggen, nou, dan komt dat ding op en dan zegt ik heb geen netwerksupport, het lukt me echt niet om DNSSEC te doen. Dan kun je disconnecten of je kunt insecure. Dat zijn de twee keuzes die je hebt. Je kunt niet zeggen ik wil half secure, nee, je bent of helemaal geen DNSSEC of je gaat het net af. Dan weet je ook zeker dat je niks meer krijgt. Nou, heel vaak zul je dan even insecure moeten om die pay gateway door te gaan. Om even je password in te typen voor Access for All of voor de KPN of T-Mobile of weet ik veel wat. En daarna proop je opnieuw en ga je weer helemaal over op DNSSEC. Dit zijn de enige omstandigheden waarvan wij weten dat je dat uit moet zetten. Die pay gateways, die DNS afvangen om te moeten betalen. We hebben dat geïmplementeerd voor Linux en FreeBSD, gebruik daarvoor NetConfig en Network Manager. Met de user interface voor GTK en Unity. We hebben het met gebruik van VSA Lookup Service geïmplementeerd voor Windows. Verschillende implementatie, gebruikt Windows Native iCandy. En op Apple scripts, ifconfig, ipconfig, gebruik CocoaOS X voor de iCandy. Werkt dus op eigenlijk alle gangbare systemen. We noemen dit nog steeds alpha. We willen hier gewoon veel mensen die hier ervaring mee opdoen. Dat zijn jullie dus. Er is een mailinglist voor. Het is gewoon packages die je kunt installen en dat gaat heel erg mooi. En ook kunnen installen. En sinds een uur is er een nieuwe versie. Ja, er is net weer een nieuwe release gedaan. Ja, dat klopt. Ja, ik draai het nu een maand of twee. En wat je moet weten is bijvoorbeeld hoe je de cache flusht. Want af en toe gaat het wel eens mis. En dat gebeurt eigenlijk altijd op de momenten dat je geen tijd hebt om te troubleshooten. Wat we van jullie hopen is dat als je dit gebruikt en je komt in een probleem, dat je dat ook rapporteert. Dat je ook zegt, nou, ik zit in een omgeving en ik zit in een probleem waar ik niet uitkom. Wij volgen die mailinglijst en zijn heel erg geïnteresseerd in situaties waarop de probing niet werkt. En het doel van ons is om ervoor te zorgen dat je DNSSEC eigenlijk automatisch naar de endhost drukt. En ervaring daarmee op te doen. Dus het is echt dit gratis downloaden, gratis gebruiken. Het is, je loopt af en toe in een probleem, dat kan. Maar insecure, dat werkt dan altijd en anders flush je de cache. Dat is mijn ervaring tot nu toe. Wat wilde ik hier nou nog meer over zeggen? Ik weet het niet meer. Volgens mij niks meer. Ik kan het je laten zien. Ik heb het hier draaien. Er is verder niet zoveel aan te beleven. Oh ja, nou ja, goed. Wat er aan te beleven is, is dat je dat het af en toe gewoon echt eens misgaat. Kijk, hier is het kleine icoontje. Ik kan hier de probe results laten zien. En je ziet dat de results... één cache die doet het hier niet. En die tweede die doet het wel. Waarom dat is mij een volledig raadsel, maar dat is nou helemaal zo. Dus ik gebruik hier een upstream cache om data vanaf te halen die DNSSEC gesigned is en dat gaat goed. Mijn data is DNSSEC gesigned. Wat ik bijvoorbeeld merkte toen ik hier naar binnen liep de eerste dag dat ik cursus gaf. Was dat ik kreeg geen resolutie. Helemaal niet. Dan komt er een rood uitroeptekentje hier overheen.
En dan zit je dus vast. En het probleem was dat de firewall hier geen EDNS-pakketten doorliet. Nou, dan ben je verloren. Dat hebben jullie intussen geleerd. Nou, zit ik even een beetje te twijfelen over wat te doen. Nog 3 kwartier. Voordat de lunch is. Ik kan proberen jullie even door te lopen over wat je moet doen als je DNSSEC. Wat is de grote lijnen? Waar moet je een beetje aan denken als je DNSSEC in een organisatie deployt? Van een authoritative master perspective. Laat ik dat dan ook maar doen. Dat is dan inderdaad ook direct onze laatste slideset voor vandaag.